No. Hey! Hallo. Vandaag ga ik lekker Minecraft spelen. En ben ik helemaal alleen. Nee, vandaag jongens heb ik een enorm leuke map voor jullie die ik ga spelen. Er zijn 10 verschillende toetsen. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. 10 verschillende minigames die ik moet uitvoeren. En als ik ze alle 10 gecompleet heb, dan heb ik het gehaald. En dan zijn we allemaal heel blij. In principe zijn er 10 levels. Deze meid hier heeft het gemaakt. Samen met deze meid hier. Erg goed gedaan, meiden. Nee, laten we beginnen met level 1. Er is ook nog een bonus level. Maar die kan ik pas openen zodra alles klaar is. Zodra ik alle 10 levels gehaald heb. En alle emeralds heb gevonden. Dus, hatske, crazy escape. Welkom, are you ready to die? Nee, absoluut niet. Huh, ik moet sterven elke keer. Oké. Okay. Dus er is me zojuist verteld. Ik kan het level halen elke keer als ik dood ga. Maar in elk level is ook een emerald verstopt. En dat is die natuurlijk. Dus wat kan ik hiermee hakken? Blue ice kan ik hiermee hakken. Oké, waar is blue ice? Kijk. Hey, level 1 emerald. Oké, dan moet ik als het goed is. Check emerald. Juist, emerald found. Hoppakee. Nou, dan hebben we in ieder geval de eerste emerald gevonden. En laten we dan nu kijken hoe ik dit level haal. En ik moet elke keer doodgaan. En op die manier haal ik het. Ah, hier, kijk. Daar kan ik heen, jongens. En dan daar. Wat zit daar? Een stone button die kan op een ijzerblok geplaatst worden. Oké, een ijzerblok was hier. Wat doet dat? Dat creëert dit hier. Daarmee kan ik een iron axe hakken. En dan kan ik spruce logs mee hakken. Dan hakken we die. Hebben we een button die kan op de goldblok geplaatst worden. En dan ben ik dood. En dan hebben we level 1 gehaald. Wat ontzettend goed. Kijk, dan ben ik een level 2 de desert. Ah, ik moet dit dus gewoon elke keer halen door middel van dood te gaan. Oké, laten we eerst de emerald weer even vinden. Want er is ergens weer een verborgen emerald. En die wil ik sowieso hebben, want ik wil die bonus level wil ik spelen. Hier. Yes, emerald. Check emerald. Die hebben we gehaald. Laten we dan eerst parcouren. Dat is denk ik sowieso wat ik moet doen. Ja, en dan hierheen. Oh, mijn god, dan moet ik daarop. Dat is echt een hele vervelende sprong. Oké, en dan? Wat moet ik dan doen? Oh, ik heb een cactus. Oh, en dan kan ik op de... Oh, maar deze. Dit is echt een hele lange trage manier om dood te gaan. Au, 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 au. Op naar level 3. Oké, de ocean. Oh, mijn god. Water precious block. Oh, nee, maar ik verdrink toch al op deze manier heel snel, lijkt me. Maar ik wil dan wel... Oh, nee. Wat kan ik hiermee hakken? Klee... Concrete, hè? Zijn concrete kan ik hiermee hakken. Dat is die. Oh, snel, zo snel. Oh, ik kan niet verdrinken. Oh, maar deze. Ik maak, zeg maar, tempo hebben. Weet ik wat allemaal. Check emerald. We hebben de emerald gevonden. Ik denk, jezus, ik ga verdrinken. Dan kan ik het toch wel makkelijk halen. Maar je kan niet verdrinken. What a precious blok. Wat een mooi blok. Ja, in het midden is heel mooi. Maar wat kan ik hiermee? Zijn concrete. Kan ik hiermee hakken? Nou, dat heb ik gehakt. Is er nog meer iets verstopt ergens? Vast wel, toch? Oh, en deze kant is ook nog. Hier, kijk. Aan deze kant moet ik ook nog hakken. En daar heb je een golden pickaxe. En daarmee kan ik het gouden blok halen. En wat gaat dat doen? Wat gaat er gebeuren als ik het gouden blok hak, jongens? 1, 2. Hoppakee. En wat doet het? You store ancient treasure. En dan? So you must be punished. Oh, oh nee. Oh nee. Ah, oh, nee, niet die dingen. Nee, alsjeblieft, geef me niet dat rare geluidje. Kan ik ze ook niet killen? Hallo. Jullie doen me geen eens pijn. Dat zijn jullie ook een losers, hè? Wat ga je doen? Wat wil je doen, hè? Wil je me pijn doen? Werden dat het... Ah, oké, het lukt wel. Oké, nee. Oké, ja, nee. Jongens, ik denk dat we dit level gehaald hebben. Hatsenflat. Zo. Oeh, wat de hel is dit? We zijn in een roze kamertje terechtgekomen. Lever. Maybe placed on diamond block. Oké, easy. Ik wil echt 100%, jongens. Ik zag daar diamond block al. Eerst alle emeralds hebben. Dat is een verplichting. Dat moet. Hé, nog een lever. Gold block. Nee, ik ga niet tevreden zijn... Met het feit als ik geen dinges heb gevonden. Emerald. Zou ik niet vredig kunnen leven? Jezus, wat heb ik al veel levels gevonden. Maar waar is de emerald? Come on. Ja, emerald. Oh, top, we hebben hem. Check emerald. Hoppakee. Hey, vind je deze video nou leuk? Abonneer dan zeker even. We zitten bijna op die 142.000 abonnees. En ik zou het enorm waarderen als jij even abonneert. Kijk boven me. Dat is een leuke gif. Ik weet niet waarom ik dit doe. Veel plezier met kijken. Oké, we hebben allemaal levers. Laten we eerst het ijzeren blok doen. Die zag ik ook. Althans, de diamond was volgens mij deze. Ja, laten we eerst die op het diamond blok plaatsen. Ik haal hem over, dan gebeurt er niks. Een gold blok, die was, als het goed is, hierboven. Hier, ja, halen we ook over. Op een emerald blok en op een iron blok heb ik ook nog. Huh? Maar, oh, dat die beesten naast me gaan dood. Wat hoor ik nou? Ah, kijk. Emerald blok. En dan nu alleen het ijzerblok had ik ook al gezien. Maar waar is die nou? Ben ik hem nou weer kwijt? Of staat hij hier? Oh, die staat hier. Kijk. Hoppakee. En dan? Er gebeurt er niks. Maar ik heb ze allemaal gehaald. Of niet? Toch? Huh? Oh. You must find 5 levers. Oh, dat meen je. Er is er nog één. Huh? Welke is er nog meer dan? Redstone of zo? Ah, lapis lazuli. Dus er is ergens is nog een lever, jongens. Een laatste hendeltje. Oh, maar goed. Moet ik al die shulkerboxes rond gaan kijken? Allemaal. Dat meen je. Ja, ik heb hem. Oh, waarom duurde dat zo lang? Zo moeilijk kon dat toch niet zijn? Hoppakee. Congratulations, you placed the levers correctly. Here's your reward.
Dood. Ik dacht het al. Oh, ik vind het zo leuk dat je gewoon telkens dood gaat. Hallo, Ben. Is het met jou, Ben? Ben zoekt een diamond. Ben, moet ik hem voor je hakken? Cobblestone en coal ore kan ik hiermee hakken. Prima. Dat gaan wij doen. Hebben we gedaan en dan? Hak ik wel gewoon nog meer cobblestone. Ah, kijk. Een emerald. Hé, hey, dat is sowieso al de emerald. Check emerald. Ja, prima. Ik wil een furnace. Dat kan niet. Dan wil ik een stone pickaxe. Dat kan ook niet. Dan wil ik een iron pickaxe. Dat kan ook niet. Oh, ik snap het. Ik moet genoeg blokken hebben. Ik moet alle materialen zoeken. Dus het cobblestone ten eerste. Zo. En dan kan ik een furnace maken. Of met cobblestone in mijn handen. Nee, ik heb toch genoeg gewoon voor een furnace. Moet ik het gewoon craften dan? Nee. Stone pickaxe doen we eerst. Ik vind het niet goed. A few moments later. Ik maak wel gewoon een stone pickaxe zoals dit. En dan op de button. Oh, zo moet het, jongens. Kijk, furnace maken en dan furnace. Kijk, en dan kan ik deze op enderside plaatsen. Dat is hier. En met de stone pickaxe kan ik weer hakken ijzeroor. Juist, dus laten we al het ijzer hakken. Nou, wat makkelijk is dit. En dan smelten we het ijzer om. Dan kunnen we daarmee waarschijnlijk de iron pickaxe maken. En dan kunnen we de diamond hakken. En de emerald hebben we ook al gevonden. Dus ik ben hele blij, jongen. Vind jij dit nou ook zo'n leuke video? Net als Ben, jongens. Maar vind je het nou niet de allerleukste video? Reageer dan even in de reactie wat jouw favoriete video van mij is. Want ik ben serieus heel erg benieuwd. Stuur maar gewoon alleen de titel desnoods. Je hoeft niet eens een linkje erbij. Stuur gewoon jouw favoriete walnut video. Want dan, ik weet niet waarom. Ik ben gewoon benieuwd wat jouw favoriete video is. Iron pickaxe, hoppakee. En daarmee kunnen wij natuurlijk hakken de diamond ore. Weet je wat, Ben? Stik in je diamond. Oh, kan ik een diamond blok krijgen van je? En die kan ik op polished andesite plaatsen. Maar waar bevindt zich... Waarschijnlijk daar. Hoe kom ik daar? Via parcours? Huh? Oh, hier gewoon. Ah, en dan kan ik daarmee het parcours afmaken. Juist. Ik snap hem. En dan de pressure plate. En één keer raden wat de pressure plate doet. Doenk. Dat dacht ik al. Level 6, de nether. Oeh, we zijn in de nether en er is weer een villager. Oké, Bob heeft een probleem. Hij zit hier vast namelijk. En ik moet Bob proberen te laten ontsnappen. Bob, ik ga even kijken wat ik voor je kan doen. Ik moet eerst een emerald vinden. Dat is echt hard nodig. Ik heb hier een hole, daar kan ik nether ward mee hakken. Oké, dat zal ik doen. Maar, Bob, ik vind wel nog steeds dat ik wel echt... Het is essentieel. Het is echt... van hoge nood dat ik eerst die emerald vind. Oké, wat kan ik met nether wards? Kan ik trainen met jou? Ja, daar kan ik blokken van krijgen. Oké, prima. Waar kan ik die op plaatsen? Goldblok. Ah, dan kan ik een parcours maken, jongens. Dan kan ik een soort hier, parcoursje maken. Ah, ik heb trouwens fire resistance, dus ik kan niet dood. Laat ik even kijken of ik hierboven bijvoorbeeld... Misschien vind ik hier de emerald wel. Nee, ik glitch hem hier gewoon uit de map. Het is denk ik niet de bedoeling dat ik hier sta. Ja, ik heb hem! Hij staat wel in de lava, kijk! Oh, wat blij. Wat ben ik blij dat ik nog even ben gaan dubbelchecken. Check emerald. Top. Oeh, zo ver heb ik ze allemaal gevonden, jongens. Zover ben ik gewoon een hele goede roleplayer. En nu? Ah, een button. Oh, shoot the target to proceed. Sure. Easy game, I guess. Oh, wauw. Maar Bob is niet ontsnapt. Hallo? Nu ben ik alleen ontsnapt. Arme Bob. Oké, redstone. Oké, ik moet het zandblokje moet ik verplaatsen naar, ik denk, hier. Ja, het is logisch dat hij daarheen moet. Nou, prima. Laten we hem dan maar gewoon die kant op brengen. Zo, hoppakee. Zo, neem hem hierheen. Sturen we hem door hierheen. Trek hem weer hierheen. Sturen we hem weer door daarheen. Om hem volgens weer daarheen te sturen. Om volgens weer dit te doen. Om eerst die te sturen. Dan... Oh, kijk, kijk. Moet snel zijn. Zo, hoppakee. En dan pak ik hem snel hier. Pakken we hem weer hier. En dan 1, 2, ja. Dat was nog redelijk te doen. Oké, level 8. We zijn in het ene laatste... Oh, nee, niet. We zijn 10 levels natuurlijk. Maar nu zijn we in de end beland. Oké, laten we even kijken. Oh, ik heb slow falling, merk ik nu al. Ik wil eerst die emerald... Nee! Ik ben de emerald in het vorige level vergeten. Nee! Nee! Oh, wat stom. Oh, wat zonde. Kutzooi. Nou, wat staat hier? Oké, ik zie daar al een kist met daarin waarschijnlijk de emerald inderdaad. Oh, doe ik zo mijn best en dan vergeet ik één emerald. Oké, laat ik het boekje even pakken. Wat staat erin? Lost Dimension. Liefdagboek. Ik ben in deze vreemde dimensie voor al veel te lang. Maar gelukkig zijn deze paarse planten die buiten groeien, buiten het huis, die helpen hem om te overleven. Je kan er ook op springen, zegt hij. En dan, dit was de Lost Dimension. Dan heb je ook de Green Gem. Ja, deze heeft het over de emerald. Dat is prima. Die heb ik hier al gevonden, daarboven. Oké, maar wat kan ik hier? Kan ik dingen brewen? Wat kan ik met dit zwaard? Unbreakable. Ja, oké, maar je kan er ook op springen. Oh, wacht, kijk. Daarom heb ik natuurlijk die slow falling. Dan kan ik net sprongetjes verder maken. Ah, en dan is daar een kist met een button. Die kan op obsidian geplaatst worden. En dan... Sacrifice. Oh, nee. Moet ik dat dingetje killen? Oh, dat is zielig. Dag. Ik vond het eigenlijk helemaal niet sneu. En nu? Oh, hij heeft een button gegeven. Kan op de bedrock geplaatst worden. En dan een elytra met rockets. Ik wil gewoon omhoog vliegen. I guess so, right? Yeah! Oh, huh?
Oh, dan moet ik mezelf gewoon dood... Ja, oké. Ik moest mezelf gewoon doodvliegen. Dat vond ik wel serieus een leuke manier. Level 9, home. Nou, laten we eerst even voor de emerald zoeken. Het zou zonde zijn als ik die wederom vergeet. Die was ik vorige map namelijk vergeten, althans. Oh, die stomme redstone dingen was ik hem vergeten. Wat zonde, zeg. Kan ik het huisje in? Wat doet de button? Oh, dan ga ik het huisje in. Oké. Een button, green terracotta, maar ik moet voorzichtig blijven. Emerald is not here. Goed om te weten, maar ik vertrouw het niet. Is de emerald echt niet hier? Laten we weer naar buiten gaan. Als hij zegt dat hij buiten is, dan geloof ik dat hij buiten is. Wat kan ik hiermee? Green terracotta. Kan ik deze plaatsen? Waar is dat dan? Het is allemaal groene concrete en zo hier. En lime concrete. Is het al binnen? Wat als ik trouwens op de noodblok klik? Misschien een aantal keer gebeurt er dan iets? Nee, helemaal niks. Cornflower doet ook niks. Waar is de green terracotta? Hallo. Oh, daarboven. Kijk, hier. Kijk, dan kan ik hiermee hakken. Stone. Oké, zeg maar dat ik dan op zijn minst hierachter of zo. Nee. Strip spruce wood. Waar is de button? Waar is de emerald, bedoel ik? Oh, nee. Ik denk dat ik de emerald hier niet ga vinden, jongens. Want deze kan ik op het hout al plaatsen. Maar, ja, dat is een beetje riskant om nu al te gaan doen. Kan ik die button nog een keer klikken? Oh, dan krijg ik gewoon nog een keer. En er is geen steen meer buiten. Dus ik denk dat ik dit wel moet doen. Zeg maar niet dat ik dood ga. Nee! Nu heb ik de emerald hier ook niet. Oh, wat zonde. Oké, level 10 darkness. Oh, dit is wel heel donker. Oh, en ik had geen emerald. Wat zonde weer. Wat is hierboven? Oh mijn god, ik zie helemaal niks, jongens. Wat is dit hier links? Wat is dit? Hè? Ik zie niks. Het is donker. Oh, het is een doolhof, jongens. Het is een doolhof. Ik zie letterlijk gewoon scheid. Zo donker als het is. Hey! Oh, ik heb op zijn minst de emerald. Hier wel. Oké, maar dan moet ik de rest nog vinden, denk ik. Oh mijn god, help. Echt waar. Wat is dit, een button? Oh. Oh mijn god, ik moet meerdere buttons vinden die me damage geven. Maar dat is niet te doen, jongens. Jullie zien letterlijk zwart. Ik zie niet meer dan jullie. Hé, ik zag hier ook nog een button. Oké. Twee buttons gevonden. Oké, en hier beneden hebben we wel iets meer zicht. Check emerald. Die kunnen we op zijn minst checken. Dan moet ik nog één button vinden die me damage kan geven. En dan heb ik hem volgens mij. Kijk, ik denk dat ik even zo blijf lopen. Want dan kan ik nog een beetje zien wanneer ik tegen een muur aanloop, weet je. Het enige is dat ik dan denk ik niet echt de buttons kan vinden. Is dit hem? Nog eentje? Serieus? Ik dacht dat ik er nog maar één nodig had. Is dit hem? Ja, dat was hem. Oh, you finished the map. Oké, maar het ding is, ik mis twee. Oh, mijn god. Weet je, jongens, ik ga speciaal voor jullie, ga ik nog dit level halen. En level 8 ga ik opnieuw proberen te halen. En dan de emeralds even te zoeken. Want dit, ik ga die, kijk, hier ben ik niet blij mee. Ik heb ze niet allemaal gevonden. Oké, we zijn weer bij level 7 aangekomen. En ik zie echt nu al gelijk dat hier gewoon die emeralds zitten. Het is zo zonde dat ik dit gewoon opnieuw daardoor moest doen. Nou, we gaan door naar het volgende level. Oh, dan moet ik natuurlijk dit halen. Oh, my days. Jongens, ik zie jullie wel bij het ene laatste level. Alright, laten we het opnieuw zoeken. Hij zit niet hier. Emerald is not here. Nee, dat heb ik wel begrepen inmiddels. Maar, waar zou die dan zitten? Want ik weet dat hier moet ik heen. Kan ik de button zo plaatsen? Prima. Stone pickaxe. Daarmee kan ik dat stone hakken, wat hier zat. En daarin zat deze stone button. Maar waar is de emerald dan? Oh, mijn god. Maar er is daar nog een donker blokje. Oh. Kan ik die stone button hiermee hakken? Oh, dat meen je. Nee. Ik heb er nog één nodig. Ik heb er nog één nodig, jongens. Kan ik dit smelten? Nee. Ik weet namelijk al wat er aan de hand is. Kijk, hierachter zit nog een dark... dat is volgens mij... Oh, nee, niet. Dat is niet zo. Ik loog. Alles wat ik zojuist verteld heb is een leugen. Ik dacht dat daar ook nog zo'n donker blokje zat waar ik hem op kon plaatsen. Maar het is niet zo, want dit is volgens mij gewoon dat. Ik zie hem, denk ik. Kijk. Achter deze kist zit nog een kist. Ja, daar is hij. Oh, my days. Check emerald. We hebben hem. We hebben het bonus level. Daar staat het ook. Juffer Nock, de bonus level. Nou, laten we dan even gelijk doorgaan. En dan... Oh, nee, dan moet ik eigenlijk dit doen. Jullie zien het zo wel. Het hele doel van de video is gehaald. Het bonus level unlocken. Alle emeralds staan er. Hoppakee. Fell out of the world. Huh? Maar hallo? Oh, ik kan het zeggen. Ik kon wel doen, hoor. Take the sheep to the other side. Welke schapen? Er zijn gewoon geen schapen. Press this button when the sheep is standing on the purple block. Press this button when the sheep is standing on the purple block. Oké, maar het ding is, er zijn geen schapen. Oh, start. Ah, kijk. Kom maar. Oh, maar deze, dit is nog best moeilijk. Dit is serieus nog best moeilijk. Ja, jij ook groen. Ga jij maar ook. Goed zo. Ja, springen. Parcours. Oh. Ja? Oh, mijn god. Dit is serieus best moeilijk om te doen. Je moet ze allemaal, moet ik ze erheen sturen. Maar, ja, hallo, jij bent op het verkeerde. Kom terug, blauw. Blauw, je moet... Blauw. Ja, goed zo. Nee, groen. Oh, mijn god. Blauw en groen. Ja. Nee. Dit gaat goed. Kom op, blauw. Ja. Nee, blauw. Luister nou eventjes. Ga je maar op een paarse blok staan. Oké, we hebben blauw. Rood. We hebben rood. Ja. Dan groen en geel alleen nog. Kom maar, jongens. Doen jullie even tegelijk. Hier. Dan hebben wij groen. Kom.
groen gecollect. En dan hebben wij geel ook gecollect. Ja, thank you so much for playing. En de doorgang, Game Mode Spectator. We hebben hem. Kijk, en nu kan ik ook over de hele map heen vliegen. Huh, waarom zijn er dubbele maps van alles? Waarom staan ze er twee keer? Ah, maakt in principe ook niet uit. Ik vond het in ieder geval echt een hele leuke map, jongens. Willen jullie nou dat ik dit soort dingen vaker ga doen? Like dan zeker even deze video. We gaan voor 3000 likes. En nu spreek je later glaasje water tot 4. Kijk zeker ook deze video, want wauw, deze video is nog mooier dan deze video. Spreek je later glaasje water tot 4. Plus je bier tot de volgende keer. Yeah.